We hebben hier ook het EK gespeeld in 2015 en het is leuk om te merken dat het een grote volleybalstad is. En behalve het feit dat ik hier zelf gespeeld heb voor de club, is het gewoon mooi om in deze stad terug te komen. Naast het EK hebben we ook nog zoveel andere wedstrijden hier gespeeld. Het is altijd superleuke sfeer geweest, leuk publiek, dus ik heb goed vertrouwen in. Ja. We zijn nu sinds gisteren weer in training met het volledige team. Dus het is weer lekker om weer bij elkaar te zijn en aan de slag te kunnen. Hoe lang zitten jullie al op volleybal? Ik denk dat ik 12 was. Dus dat is dan 14 jaar dat ik al op volleybal. Ik was 6 jaar. Dus dat, ja, ik was 6. Wat vinden jullie ervan dat jullie nu zo populair zijn? Nou, wij vinden het heel erg leuk als volleybal groot wordt in Nederland en dat jullie hier allemaal zijn en dat jullie zelf volleybal ook leuk vinden, dat is voor ons superleuk. We zijn alleen maar een soort van gezichten als Nederlands team voor volleybal in Nederland. Het gaat een feestje worden, een volleybalfeestje. Ik denk, wat ik net al heb gehoord, mensen die niet heel veel van volleybal weten, hebben wel eerder een volleybalwedstrijd van ons gezien en zeggen het is alsnog, het is zo leuk om te zien. Gewoon de hele atmosfeer eromheen, het spelletje zelf, het enthousiasme wat wij brengen, denk ik ook als team. En het is gewoon ook een enorm groot toernooi. Het is een belangrijk toernooi voor ons. Ja, het is mooi om nu al de steun en het enthousiasme te zien van de stad. Dus we zullen het gaan zien hoe het er 7, 8 en 9 juli aan toe zal gaan.